Ik zeg altijd, mijn leven bestaat uit leuke dingen doen. En voor de ene krijg ik betaald en voor de andere niet. Dus ik heb een soort vertrouwen ontwikkeld dat alles goed is zoals het is. Klinkt misschien een beetje spiritueel of vaag, maar dat is echt ja, zo. Ja, sinds ik ben gaan ondernemen en heb gemerkt dat heel veel dingen dus ja, eigenlijk best makkelijk gaan als je actiegericht bent en gewoon echt iets met plezier doet, zijn er veel meer dingen gebeurd. Nou, ik ben Laura de Haan. Ik heb de website lauradehaan.nl. Ik ben ongeveer 7 jaar geleden of 6 jaar geleden fotograaf geworden. Na zeg maar 20 jaar een baan gehad te hebben in het sociaal werk. Nou ja, iets minder lang in het sociaal werk, maar daarvoor wat losse baantjes. En toen op een gegeven moment jongerenwerker geworden. Ja, en dus 7 jaar geleden een nieuwe passie ontdekt en keihard voor gegaan. En toen op een gegeven moment bij Eelco terechtgekomen in de Business Mastery. En met de website van Tony Loorbach natuurlijk begonnen, het winstmodel. En ja, sindsdien zijn er ook weer heel veel mooie dingen gebeurd. En hoe ben je erbij gekomen om te gaan fotograferen? Ja, hoe ben ik daarbij gekomen? Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal, denk ik, achteraf. Want ik had dus nog nooit gefotografeerd. Ik fotografeerde eigenlijk zoals iedereen dat doet, hè. Gewoon met een compacte camera. En gewoon lekker af en toe foto's maken als je een uitje hebt of als je iets met familie hebt. Maar ik kreeg dus op een goede dag een camera van een collega van mij. Klinkt heel stom misschien, maar ik ging toen bloemetjes fotograferen en in de natuur en dat soort dingen. En ik was gewoon eigenlijk van het een op het andere moment gewoon helemaal verkocht. Ik vond het zo leuk dat ik goede foto's kon maken, zeg maar. Ik bleek daar dus een beetje talent voor te hebben. En ik had ook net een nieuwe vriend gekregen. Kunstenaar was die. En hij leerde mij ook dingen over compositie of kleurgebruik, weet je. Dat soort, nou ja, technische dingen. Nou, er was nog iets leuks. Nog een andere goede vriend, een webdesigner, die vond het zo leuk wat ik allemaal aan het doen was. Die maakte spontaan een website voor mij in WordPress. Dus toen leerde ik ook eigenlijk al vrij snel, nou ja, in ieder geval WordPress kennen en het internet een beetje. En heb ik me daarin verdiept. En toen was het dus zo dat ik binnen, nou, 4 maanden denk ik, de eerste echte professionele opdracht kreeg, een aanvraag. Ja, en toen op dat moment had ik zoiets van, ik ga hier gewoon voor. Ik ga gewoon mijn baan halveren. Dat heb ik eigenlijk vrij snel toen gedaan en dat kon gelukkig ook. Ik ging fotografen opzoeken, samenwerken met mensen. Ik heb echt 1 jaar lang vrijwilligerswerk ook gedaan. Gewoon mezelf aanbieden aan vooral wat leukere bedrijven of stichtingen, weet je wel, leuke opdrachten. Dus je hebt heel veel voor niks gewerkt? Ik heb absoluut heel veel voor niks gewerkt, maar ik heb het nooit zo gezien als voor niks. Ik zag het gewoon als een soort prachtige stageplaatsen. En op dat moment besef je dat niet, maar dat heeft me later zo enorm veel opgeleverd qua netwerk en qua vervolgopdrachten die daaruit kwamen. Ik heb bijvoorbeeld toen vrij snel meegedaan aan de beursvloer in Delft. Letterlijk een beursvloer waar bedrijven of maatschappelijke ondernemingen en allerlei bedrijven elkaar ontmoeten en matches maken zonder dat er geld in het spel is. En hun wilden dus van mij iets als fotograaf, maar het leuke was dat ze daar wel iets voor terug moesten doen. Dus dat kan of zijn, nou ja, bijvoorbeeld expositieruimte. Ik heb daardoor toen 2 exposities gehad. En toen het jaar daarna, toen ik daar klaar mee was, hebben al die matches, hè, zonder dat ik daar van tevoren überhaupt over had nagedacht van het moet mij in die zin wat op gaan leveren. Maar het heeft me allemaal grote of kleinere opdrachten opgeleverd. Is dat een tip voor andere, niet alleen fotografen, maar misschien ook voor ondernemers om dus in je beginperiode veel voor niks te doen? Mijn advies zou absoluut zijn van geef zoveel als je kan, weet je wel. Maar doe het wel op een manier dat het bij je past en dat het goed voor jezelf voelt. Voor mij voelde het heel goed. Ik deed het met heel veel plezier en ik wilde graag leren. Ja, als je dan merkt dat je daardoor ook heel snel alles leert over fotografie en ook dat de mensen heel erg blij zijn met het resultaat, dat gaf mij zoveel zelfvertrouwen en zoveel ja, passie en wilskracht om gewoon keihard te werken. Ik zat echt gewoon tot diep in de nacht te photoshoppen en dingen weer uit te zoeken, weet je wel. Bij fotografen leeft het wel heel erg dat heel vaak, als ze jou vragen om een opdracht, dat er wordt gezegd van, ja, en dan zorgen wij wel dat jij wat aan ons netwerk hebt en dat je wat exposure hebt en we gaan je naam vermelden. Maar dat zijn gewoon hele simpele dingen waar je recht op hebt. En dat is wel iets waar misbruik van wordt gemaakt door sommige bedrijven die dat dan constant opnieuw zeggen. Maar ik heb best wel een sterke intuïtie ontwikkeld en weet heel goed wat ik wil. Dus ik heb dat gevoel nooit zo gehad. Maar ik ken andere fotografen die dat wel zo hebben gehad. Ja, want die intuïtie, dat is wel iets waar jij veel mee bezig bent, of niet? Ja, intuïtie, die heb ik altijd wel gehad. En ik heb dan ook jarenlang in dat sociaal-cultureel werk rondgelopen en verschillende functies gehad en met allerlei doelgroepen gewerkt. Dus dan leer je wel mensen kennen en je intuïtie ontwikkelen.
Maar sinds ik ben gaan fotograferen en ook al het andere wat daarna kwam, is mijn intuïtie wel heel sterk geworden. In die zin dat ik in ieder geval heel goed weet wat ik zelf wil en wat wel of niet goed voelt. En dat ik ook heb geleerd, en dat heb ik dus juist gemerkt omdat ik die stap heb gezet, maar dat je dus je eigen leven kunt creëren. Je kunt zelf dingen op je pad laten komen. Net wat ik zei van toen ik die camera kreeg. Hè, tegelijkertijd een nieuwe vriend die daar ook helemaal gek van was en mij heel veel heeft geleerd. Een andere vriend die een website maakt. Maar is dat iets wat nou toeval is of wat je overkomt of kun je dat creëren? Ik geloof absoluut dat je dat kunt creëren. En tot op zekere hoogte kan het misschien toeval zijn, maar ik geloof niet meer zo in toeval. Ik geloof echt dat je ja, met doorzettingsvermogen en met passie en natuurlijk met ja, gewoon keihard werken en actie vooral, dat je daar echt dingen mee kunt creëren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook beginnen en die niet een bekende hebben die ineens een website voor hen gaan maken. Ja, ik denk niet dat mijn succes door die website is gekomen. Ik denk dat dat een van de vele dingen is geweest. Maar dat was wel iets wat mij weer heel erg motiveerde om zelf die website ook heel mooi te maken. Maar die eerste opdracht had ik al zonder website. En de dingen die daarna kwamen. Weet je wel, dus... Die website is een gevolg van het feit dat je al... Ik denk dat die website sowieso een gevolg is van dat andere mensen zien dat jij met heel veel passie en overtuiging iets doet waar je goed in bent. Dus dat je bezig bent talent te ontwikkelen en dat steekt andere mensen aan om dan ook iets te doen. Ik heb dat zelf ook. Als ik zie dat iemand iets heel goed kan of iets met heel veel plezier doet, dan wil ik graag helpen, al is het maar iets kleins, weet je wel. Dat steekt gewoon aan. Ja, dus als je ergens zeg maar 100% induikt, dan wordt dat gezien door mensen en dat zorgt ervoor dat andere mensen gaan helpen of dat er dingen op je pad komen. Ja, en het kan zelfs nog wat verder gaan. Hè? Dan hebben we het over de wet van de aantrekkingskracht. Daar ben ik ook wel in gaan geloven. Want sommige dingen zijn gewoon zo bijzonder of mooi. Dat kan je haast niet bedenken. En ja, wat het precies is, weet ik niet. Ik heb wel gemerkt dat door die dingen die ik toen heb meegemaakt en ben gaan aantrekken. Hè, niet alleen op het gebied van fotografie, maar ook andere dingen. Dat zeg maar wat men kent als de wet van de aantrekkingskracht, het boek The Secret, dat gewoon klopt. De vriend die ik kreeg, weet je wel, na een hele lange ongelukkige periode juist gefocust zijn op leuke mensen ontmoeten, op vanuit je hart gaan leven, liefde in je leven durven toelaten. En dan heb je daar al een beeld bij en dan komt zoiets gewoon op je pad. En ook met andere dingen, met focus op leuke mensen, wat Eelco altijd zegt. Weet je, focus gewoon op mensen die, nou ja, die bij je passen, die leuk zijn, die succesvol zijn. En succesvol betekent voor mij niet dat ze, weet ik veel, hoeveel geld verdienen, maar dat ze gewoon iets doen waar ze goed in zijn en met passie en iets betekenen voor andere mensen. En ik krijg dus nooit meer, echt bijna nooit meer, negatieve mensen op mijn pad. Er zijn heel veel fotografen die het juist moeilijk hebben nu. Het is aan de ene kant een lastig vak als je het vanuit die kant bekijkt. Als je puur naar feiten en cijfertjes kijkt van qua hoeveel fotografen failliet zijn gegaan. Of hoe de, zeg maar, de consumentenmarkt is veranderd door de komst van de digitale camera. En dan heb je inderdaad veel fotografen, is mij tenminste opgevallen, die al wat langer bezig zijn, die in het klagershoekje gaan zitten, die negatief worden. Ja, dat is eigenlijk heel jammer, want ik denk meer van als je gewoon kijkt naar wat er wel mogelijk is. Hè, er zijn altijd ontwikkelingen. Je kan weer een nieuw soort fotografie oppakken. Of je kan juist heel goed die digitale hoek ingaan. Of ga je op een andere doelgroep richten. Eelco heeft mij geleerd om te focussen en gewoon duidelijk op een doelgroep te richten. Ook zeker als je een website hebt en daarmee succesvol wil zijn, dan moet je gewoon een duidelijke niche kiezen en je ergens op richten. Dat betekent niet dat je dan niks anders meer mag of kan doen, maar dan heb je in ieder geval iets waar je op gevonden wordt en waar mensen jou voor gaan herkennen. Hoe ziet voor jou een doorsnee dag eruit? Of heb je geen doorsnee dag? Nee, absoluut niet. Dat vind ik ook zo heerlijk, want zoals ik al vertelde, ik ben niet echt een 9-tot-5 mens. En met fotografie is echt elke dag totaal anders. De ene dag ben ik met 2 of 3 opdrachten bezig en ben ik dus hard aan het werk. Ben ik ook best wel moe aan het eind van de dag, want het is lichamelijk ook best inspannend. De andere dag zit ik de hele dag de foto bewerken en weer een andere dag ben ik met een dagje persoonlijke ontwikkeling bezig. En soms zit ik tot diep in de nacht te werken. Ja, het loopt ook allemaal door elkaar, weet je. Tijdens je werk ben je soms met leuke privé dingen bezig. En tijdens je privé dingen krijg je weer een opdracht van iemand of zo, weet je wel. Dus ik zeg altijd, mijn leven bestaat uit leuke dingen doen. En voor de ene krijg ik betaald en voor de andere niet. Hoe belangrijk is internet voor jou? Voor je onderneming?
internet is heel belangrijk geworden voor mijn onderneming toen ik me meer ging specialiseren of meer ging richten op ondernemers. Daarvoor was internet ook belangrijk, maar toen had ik een website die echt meer een mooi visitekaartje was. Maar toen ik bij Eelco in het traject kwam, toen heb ik pas echt geleerd wat je allemaal kan doen met het internet. Dat wist ik allemaal niet. Weet je, natuurlijk heb je wel eens iets gelezen over e-mailmarketing of internetmarketing. Maar al die mogelijkheden en dat ze ook nog relatief simpel zijn uit te voeren als je er even in verdiept of het eventueel uitbesteedt. Dat wist ik echt niet, dus er ging ook een enorme wereld voor mij open. Ja, binnen een maand had ik dus eigenlijk al een beetje door hoe internetmarketing werkte en hoe leuk dat allemaal is. Ja, want hoeveel procent van jouw business komt via internet en hoeveel via via bijvoorbeeld? Of op een andere manier? Via via is absoluut ook een hele goede manier. Misschien, dat is altijd nummer 1 geweest en misschien nu nog steeds wel. Maar dat via via gaat tegenwoordig dus ook veel via internet. Dus dat mensen even mijn website voorstellen aan andere mensen. Of dat ze via Facebook, of omdat ik bijvoorbeeld goede foto's heb gemaakt van jou en jij plaatst ze op Facebook, dan zien anderen dat weer en die denken, oh ja, ik wil ook wel eens een keer leuke foto's van mezelf. Dus dan heb je het ook over via via. Dus eigenlijk is die combinatie heel erg krachtig voor mij. En wat maakt jouw foto's bijzonder? Wat maakt mijn foto's bijzonder? Ja, ik denk echt dat ik liefde leg in een foto. En dat zeggen mensen tenminste altijd, dat daardoor die foto's echt spreken voor zichzelf. En heb je ooit wel een hele lastige persoon gehad die je bijna niet op de foto kreeg? Ja, Eelco bijvoorbeeld. Nee hoor. Nee, dat zegt iedereen altijd, maar Eelco is prima te fotograferen. En wat is het minst leuke van jouw business? Op dit moment ga ik een beetje soms ten onder aan mijn eigen succes. In die zin dat ik soms geen zin meer heb in bepaald soort opdrachten. Maar dan heb ik ook gewoon geleerd om nee te zeggen. En wat vind je juist het allerleukste aan je bedrijf? Het allerleukste aan mijn bedrijf en aan fotografie vind ik dat sinds ik ben gaan fotograferen ik zo enorm veel leuke mensen heb ontmoet. Heel veel beroemde mensen op voor de foto gehad. Ik ben absoluut niet gericht op BN'ers of kijk daar heel erg tegenop. Maar dat zijn vaak wel hele leuke mensen omdat ze ook gewoon iets doen met passie. Wat is je grootste leermoment geweest? Ik heb wel een fase gehad in mijn leven waar ik echt heel diep in ben gegaan. En dat het op alle levensgebieden eigenlijk slecht ging. Bijna alle. Ik was niet ziek of zo, dus gezondheid en zo ging prima. Maar financieel, werk en relatie was allemaal gewoon drama, zeg maar. En toen op een gegeven moment was ik het zo zat. Toen heb ik dat eigenlijk allemaal tegelijkertijd beëindigd of veranderd. En dat heeft echt veel energie gekost. Maar ja, toen begonnen eigenlijk vrij snel mooie dingen te gebeuren. Dus ook heel snel daarna kwam fotografie op mijn pad. En het was ook wel grappig, want ik heb toen na die fase van alles op papier gezet van dingen die ik graag nog wilde doen of bereiken. En daar kwam ik achteraf eigenlijk weer achter dat daar ook toen op stond van goede foto's maken. En dat bedoelde ik niet eens professioneel, maar wel van gewoon ga daar wat meer aandacht aan besteden. Ik had dat door al die ellende en zo ook lang niet gedaan. Terwijl ik dat altijd wel belangrijk vond. En mijn leermoment was toen dat als je iets wil veranderen, dan kan het gewoon. Weet je, het is altijd, je hebt altijd een keuze. Je hoeft niet als een slachtoffer te blijven. Of weet je wel, je hoeft niet in een ongelukkige situatie te blijven. Als je eruit wil komen, kan het altijd. En dan moet je het gewoon doen. En je bent ook nogal van een maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgens mij? Maatschappelijk verantwoord ondernemen in die zin dat ik ook wel het belangrijk vind om af en toe iets te doen voor een goed doel. Of rekening houdt met het budget van iemand, weet je wel. Dus als ik nu nog iets doe in de sociale sector, dan zal ik er bijvoorbeeld rekening mee houden dat de budgetten lager liggen dan bij een commercieel bedrijf. Dus in die zin vind ik het nog steeds leuk om dingen voor om andere redenen te doen dan geld. Ik heb een soort stelling of in ieder geval voor mezelf zoiets van een opdracht moet aan minimaal 2 van deze 3 dingen voldoen. Dat is geld. Dat is plezier en ontwikkeling. Dus als het alleen maar om het geld gaat, zou ik het niet doen. Ik moet het dan bijvoorbeeld ook leuk vinden of het moet me een stukje ontwikkeling opleveren. Het mag soms ook zonder geld zijn als het me plezier en ontwikkeling oplevert. En heb je een soort rolmodel als voorbeeld? Iemand die je volgt? Of? Ik heb wel een aantal rolmodellen op alle gebieden. Want sinds de fotografie had ik zoiets van, als dit kan, kan alles. En wilde ik me op alle gebieden gaan ontwikkelen. Dus ook qua gezondheid of qua spiritualiteit, dat soort dingen. En ik heb eigenlijk voor elk stukje wel iemand die ik als rolmodel heb. En dat is natuurlijk Eelco, maar ook Tony op het gebied van het ondernemen en het internet. Voor gezondheid is dat bijvoorbeeld David Wolf.
Hij staat bekend als de superfood rawfood guru. En ja, daar heb ik echt heel veel van geleerd en heel veel evenementen van gevolgd de laatste jaren. Waarin ben jij anders dan andere mensen, vooral op het gebied van ondernemen? Ik weet niet wat mij echt heel erg anders maakt, maar wat denk ik wel voor mij kenmerkend is, is dat iedereen zich altijd heel erg op zijn gemak voelt en plezier heeft tijdens het werken. Want ik vind het echt leuk om samen met de mensen te werken aan nou ja, in dit geval dan de foto's. En dat ik gewoon heel veel respect voor iedereen heb. En het ook echt leuk vind om iets te geven aan iemand. Dus dat voelen mensen wel. Wat is het mooiste compliment wat je ooit gehaald hebt van iemand anders? Wat een paar keer is gebeurd, en dat is echt prachtig, is dat ik foto's had gemaakt. Bijvoorbeeld bij Ipse de Brug is een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap waar ik vaak voor werk. En dat had ik van een aantal kinderen die dus een verstandelijke handicap hebben, die daar wonen, had ik foto's gemaakt. En toen was een moeder gaan huilen van, nou ja, gewoon van ontroering, omdat die foto's zo prachtig waren. En dat heb ik een paar keer gehoord in die tijd dat dat is gebeurd. En dan denk ik, ja, dan weet je mensen, niet, gaat niet om mij, weet je wel, maar dan gebeurt er iets wat mensen raakt en dat is volgens mij het mooiste wat er is. Wat is jouw definitie van hard werken? Nou, dat heb ik ook echt van Eelco geleerd. Ik was echt altijd een harde werker. Ik heb toen ik jong was mijn studies of opleidingen niet zo goed gedaan. Ik was een beetje een rebel in de puberteit. Dus ik ben pas op latere leeftijd serieus gaan studeren. Nog iets van bijna 10 jaar heb ik naast een fulltime baan altijd nog gestudeerd. Van mbo, hbo en nog een jaartje universiteit. Dus ik heb altijd keihard gewerkt, want ik werkte fulltime. Ik was altijd wel zelfstandig dat ik voor mezelf zorgde. Dus ik had nooit een man die fulltime werkte dat ik lekker kon chillen of zo, weet je wel. Echt een harde werker geweest. En in het traject van Eelco heb ik toen geleerd dat je beter slim kan werken in plaats van altijd hard werken. En dat is voor mij absoluut nog steeds een les waar ik me echt ook af en toe, of waar ik probeer af en toe bij stil te staan. Dat ik niet weer verzand in dat keiharde werk, uurtje, factuurtje wat ik nog steeds doe. Terwijl je dan aan de andere kant niks meer doet. Ja, om dingen ook wat makkelijker te maken. En wat bedoel je dan precies mee? Slimmer werken in plaats van harder werken? Nou, slimmer werken is bijvoorbeeld dat je de dingen die je zelf niet zo goed kan, of waar je zelf heel veel tijd in moet steken, terwijl je ze eigenlijk niet zo goed kan, dat je die uitbesteedt. Als je bijvoorbeeld je administratie heel erg lastig vindt, of je belastingzaken, of stel in mijn geval fotobewerking, als ik dat eigenlijk niet zo leuk vind, dan kan ik dat allemaal uitbesteden. Dus dat is voor mij slim werken. Maar ook wel dat je ja, met minder moeite meer mensen bereikt. Dat doe je dus bijvoorbeeld met het internet. En ook heel belangrijk dat je leert goede prijzen te hanteren. Want ik heb er best wel altijd een handje van gehad om voor te lage prijzen te werken. Om te veel rekening te houden met mensen. Juist omdat je sociaal bent en mensen tegemoet wil komen. Maar dat spreekt bijna tegen, dat deel van niks werken. Want je, van de ene kant zeg je van je moet willen geven. Van de andere kant je moet goede prijzen vragen. Hoe? Ja, maar je hoeft niet altijd een goede prijs te vragen. Als ik gewoon een aantal opdrachten heb voor een goede prijs, dan kan ik daarentegen ook weer eens met een opdracht bezig zijn waarbij ik mezelf opnieuw uitdaag met een bepaalde vorm van fotografie die ik nog niet goed ken, weet je wel, op die manier. Of een keer iets doe voor een goed doel, dan word je ook betaald, maar dan op een andere manier. Dus geld is voor mij sowieso absoluut niks, weet je. Het is een muntje of een papiertje. En tegelijkertijd is het alles omdat het je vrijheid geeft. Wat is je grootste angst? Daar zou ik even heel goed over na moeten denken, want ik heb echt ervaren de laatste jaren, sinds dit allemaal is gebeurd en zo is gegaan, dat de angst langzaam verdwijnt. Vroeger was ik best onzeker. Ik was nooit een heel angstig type, maar ik had echt wel veel onzekerheden. Maar ik heb echt geleerd om, ja, als je vanuit je hart gaat leven en eerlijk bent tegenover jezelf en vooral ook tegen anderen, dat er eigenlijk niet zoveel is om bang voor te zijn. Dus ik heb een soort vertrouwen ontwikkeld dat alles goed is zoals het is. Klinkt misschien een beetje spiritueel of vaag, maar dat is echt zo. Je mag echt vertrouwen hebben in het leven en hoe het gaat. Wat maakt nou dat jij succesvol bent als fotograaf of als ondernemer eigenlijk wel? Ja, succes is niet te definiëren in één zin of in één woord, denk ik. Maar het is een combinatie van, ja, wat ik al vaker heb gezegd, je hart volgen. Echt vinden wat je passie is en nooit stoppen met zoeken totdat je het weet. Hey, ik was ook al 35 of zo toen ik erachter kwam. En nu heb ik zoiets, mijn passie of mijn leven kan nog wel eens een hele andere wending gaan nemen. Internetmarketing vind ik ook heel erg leuk, dat ik meer die kant op ga. Of misschien nog iets heel anders. Maar dat je in ieder geval leert naar jezelf te luisteren wat je leuk vindt. Maar ook dan, want sommige mensen die vinden alles leuk. Hey, je moet wel een keuze maken van welke richting ga ik op. Want als je alles wil doen, gaat het ook
allemaal middelmatig zijn. Ja, dat wou ik net vragen. Is je passie vinden, is dat iets wat nou eenmaal zo is of is dat een keuze? Ik denk dat een passie die je vindt, dat dat een bepaalde behoefte in jezelf al dan niet bewust opvult of vervult. Hoe zeg je dat? Dus ik had bijvoorbeeld al lang een vage behoefte om zelfstandiger te worden. Dus bij mij was dat een behoefte die vervuld werd dankzij fotografie. Ik ben ook heel snel naar de Kamer van Koophandel gerend. Een andere behoefte die bij mij werd vervuld is gewoon mijn eigen tijd indelen en zelf dingen te doen wanneer ik wilde. En vooral ook iets moois creëren. Dus, maar dat kan ook met iets anders dan fotografie. Dat fotografie was misschien min of meer toevallig en een aantal behoeftes in mij werden vervuld. Zo zie ik het. En dat kan best dat ik over een tijdje andere behoeftes heb die op een andere manier ingevuld kunnen of vervuld kunnen worden. Wat zou je mensen adviseren die nu ook een baan hebben en eigenlijk ook hun passie willen gaan volgen? Ik zou mensen die op dit moment nog een baan hebben adviseren om echt gewoon hun droom uit te laten komen. Kan heel eng zijn, maar ik heb zelf na 1,5 jaar mijn baan opgezegd. Of iets sneller misschien nog. Ik vond het echt hartstikke eng. En ik kan echt alleen maar vanuit mezelf spreken natuurlijk. Maar voor mij, op het moment dat ik dat durfde te doen, kwamen de opdrachten vanzelf meer binnen. Alsof er zich ruimte maakte voor nieuwe dingen. Dus je moet echt af en toe die fuck it factor gewoon in werking laten gaan. En gewoon je dromen volgen en je angsten loslaten. En ja, dat is de enige stap naar zelfontwikkeling of naar je ondernemen of je ontwikkelen als ondernemer. Je kan niet groeien zonder uit je comfortzone te stappen. Dat is gewoon onmogelijk. Ja, want het feit dat jij voor jezelf bent begonnen heeft ook heel veel gedaan met je persoonlijke ontwikkeling. Ja, sinds ik ben gaan ondernemen en heb gemerkt dat heel veel dingen dus eigenlijk best makkelijk gaan als je actiegericht bent en gewoon echt iets met plezier doet, zijn er veel meer dingen gebeurd. Dus ik ben bijvoorbeeld, wat ik al vertelde, op het gebied van gezondheid heel erg vooruit gegaan. Ik ben naar die evenementen geweest en heb stapje voor stapje steeds een klein dingetje veranderd. Dus je hoeft niet van de een op de andere dag of week ineens compleet gezond te leven. Maar door bijvoorbeeld te beginnen met een tijdje suiker weg te laten of te verminderen. En dan vervolgens weer een stap bijvoorbeeld met melkproducten gaan minderen. En dat door de jaren heen totdat je ineens een gezondheidsfreak bent. Maar dan lijkt het helemaal niet als iets, als een opgave, weet je. Dan is het gewoon steeds een stapje die op zich redelijk makkelijk haalbaar is. En ja, ineens ben je gewoon compleet veranderd. En nu ben ik bijvoorbeeld begonnen met sporten. Dat had ik me vroeger ook nooit voor mogelijk gehouden dat ik dat zou gaan doen. Dus personal training. Dus met iemand die tegen je aanschreeuwt en zegt nog een keer. Maar die ook echt kijkt naar wat heb jij nodig voor jouw lichaam en hoe gaan we samen die doelen bereiken. En dan merk ik dat dat ineens weer heel veel met me doet. Dat ik er fitter van word en dat ik sterker van word. En zo ben ik eigenlijk de afgelopen jaren steeds weer iets gaan doen. Hè? Dan weer met de focus op spiritualiteit, met de focus op gezondheid. Nu met fit worden, sterk worden, ondernemen, sowieso een rode draad. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je steeds blijft kijken naar jezelf van waar kan ik nog stappen maken. En wat heb ik op dit moment nodig? Hoe kan ik mijn beste zelf worden? Wat zou je andere ondernemers adviseren? Focus is natuurlijk heel belangrijk. Maar hoe blijf je gefocust? Ik denk door af en toe even afstand te nemen en gewoon echt heel eerlijk aan jezelf te vragen van gaat het nog goed, kan het beter, ben ik nog gelukkig, welke kant wil ik op, welke richting wil ik op. En schrijven is magisch, dat is voor mij echt zo duidelijk. Toen ik 7 jaar geleden begon met dromen en doelen op te schrijven, al die dingen zijn bijna uitgekomen. Natuurlijk nog niet allemaal helemaal 100%, maar wel allemaal voor een deel. En sindsdien ben ik echt blijven schrijven en nou, ik denk wel 1 keer per week ga ik echt even rustig een 30 minuten of iets langer zitten en weer die dingen doornemen en kijken van, zit ik nog op mijn pad? Moet ik iets bijstellen? Moet ik iets schrappen? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb ook genoeg geschrapt, ideetjes. Vooral toen ik net in het traject bij Elko kwam. Dan ga je helemaal los qua creatieve ideeën, maar ja, dan raak je je focus weer kwijt. Dus ja, neem af en toe afstand, focus en blijf altijd die eerste stap nemen. Dan komt er vanzelf ook een tweede stap. En het is niet erg om iets te doen waar je later spijt van krijgt of wat geen succes wordt. Het is veel erger om het niet te doen en je altijd af te blijven vragen wat als ik het wel had gedaan.
Dat was een hele mooie afsluiter. Ik wil je als allerlaatste nog het winstboek van Ilko cadeau doen. Oh, wat leuk. Dank je wel. Ik heb er pas 3. Dat komt omdat de foto's die erin staan, die heb ik natuurlijk gemaakt. Maar ja, het is een leuk boek om te lezen. Maar het is veel belangrijker dat je ook echt iets gaat doen ermee. Als je de dingen gaat doen die hierin staan, dan kan je niet anders dan succesvol worden. Dat is mijn ervaring tenminste.